Hallo, welkom bij deel 2. Dit kunnen we even verwijderen. Maak hier een voorwerp. Ah, dan maak ik een schilderij. Kunnen we dat even gedaan worden? Als het goed is MC Command nou ook geïnstalleerd. Ja. Oké, we hebben nog een uurtje, dan moet ik naar de huisarts, dan naar de tandarts. Even steentje 3. Ja, meteen verkopen. Huppakee. Oh, sorry. Samen laten verkopen. Zo, op Etsy, dat duurt het nogal lang. Zo, dank u. Oh, 2102. Dat was een mooie dan. Standje 1 kan weer geactiveerd worden. Goed, kunnen we nu iets met de computer doen? Nee. Oké. Kunnen we iets op het huis doen? Ik heb beloning verdiend. Is er niemand die zich aangemeld heeft zijnde een huis? De beoordeling van een eenheid is juist met een hele sterke veranderd. Kijk op het bedrijven-eigendompaneel voor meer informatie. Dus dan bedoel je... we deden dat ook alweer. Zo? Nee, niet zo. F2. Oh, we hebben geen zin in. Eigenschappen, dat bedoel ik. Nee. Of we willen onze de rekening. Ja. Partyplek. Het is wel een partyplek en dat is ook gemoedelijk. Maar het spijt me. We zijn helemaal aan de geometrische hebben we. En hebben die andere ook nog nodig. Oh, daar is die natuurlijke bron. Zo. Dat is gebeurd. Wat is gebeurd? Leg je te pitten? Nee. Oh man, ik snap er nog helemaal niks van. Heb je iets in je telefoon staan? Nee. Oh, binnenkomen. Ah, kom op, hij heeft het allemaal al gedaan. Moet je dat ook nog niet doen? Nee, rot op. Rot op, dat wil ik niet zien. Zo. Ik dacht even dat het iets van het huis was. Oh, leegstand vullen. Ah, kijk. We hebben weer wat. Leegstand vullen. Geen spoken. Nee, het mag wel. Maximaal aantal bewoners. Nee, basic voorzieningen. Ja. Zullen we dit doen? Beboet. Oh nee. Nee. Geen huisdieren. Geen vuilnisdoosjes. Dat is wel leuk. Harde muziek. Ja, geen harde geluiden. Mag. Mag onrechtvaardigd uitzetten. Er zijn geen huurders om uit deze uit te zetten. Oké, okay. Oh, dus je kan zo eruit kicken. Mooi.
Formaat groot, ja. Geen sociale. Nee, want de partyplekje is uit. Dus dat hadden ze ook niet. Huisdieren, spoken. Nee, geen spoken. Inactieve regel. Het hiernamaals is hier ook echt het hiernamaals. Er mogen geen spoken in deze huureenheid wonen. Jawel! Oké. Okay. Toemp! Seizoen 35 Simoleons. Som. Oké. Okay. Boom. Leegstand vullen. Oh, het begint niets boven Nederland. Oh, jezus. Ja, joh. Leegstand vullen. Onderhoudsmaat. Dat geldt hetzelfde. Boom. Nee, we kennen het al wel. Fables. Ja, jij krijgt hem. Alsjeblieft. En we kunnen nog een leegstand vullen. Oké, okay. Terug naar huis gaan. Voordat je een huurder design kan laten intrekken, moet je terug naar huis gaan en leren. Leegstand vullen. Oh, oké. Okay. We gaan terug naar huis. Wat u wil. Hé, ik lees hem altijd bijna nooit die berichten in box. Nou, weet je wel blij dat ik het gedaan heb. Zo, we weten nu dus hoe we dat huis kunnen vullen. Hoi, buur. Dat is van het plattelands. Pack. Is een van mijn favoriete packs. Vampier is nog steeds mijn nummer 1. Boer zijn is nummer 2. Goed, dan gaan we even dit huis slopen. Nee, even 2. Kom op met mijn tractor. Boom, boom. Oh, dan moet ik hem eventjes veranderen. Het is geen... Oh, fuck, hoe moet ik het? Hoe deed ik het ook alweer? Oh, shit. Oh, F2. Nee, het is F2. Kut. Weet je wat? We gaan verhuizen. Ik kan het niet meer gewoon zetten, ook niet huur. Oké, okay, dan gaan we verhuizen. Boink! Opslaan, ja hoor. Gaan we opslaan. We hebben in ieder geval nog een huurhuis hier al. Denk ik. Maar ik wil gewoon 40-30 eigenlijk terug hebben. Dan gaan we eventjes vals spelen. Die. Verkopen. Ja. Heb je nou mijn ding terug? Je kan hem niet meer slopen. Hey. Delete. Kan niet. Ja, maar daar heb ik niks aan. Die sloopt alleen het huis. Ah, man. Ik weet niet op welke toets ik druk. Ik leg er mijn hand neer. Ik weet niet wat er nou gaat gebeuren. Oh, dit. Oké, okay, dat is neer. Even denken. Als ik hier op klik... wel doen dan. Anders zou ik nou een andere de werelddeel doen, dat maakt me ook niet uit.
Nee, ik kan er steeds niet. Oké. Okay. Terug naar de normale simwereld. Dit is maar allemaal veel te klein, dus ik wil minimaal 40 of 30 hebben. Even denken, waar voelt ook weer dat grote deel? Oh man. Hey, Bruidjes de Nieuw, dat is die leerlingen. Nieuwchrist. 50-40, kijk, dat is prachtig. Er is er ook nog eentje voor 60, maar ik weet even niet meer waar die was. Waar die is. Wat? Fuck you. Get lost. Ik moet mijn eigen Sims hebben. Jij. Doink. Ja, zal me volgen. Echt niet. Nou, ik kan eigenlijk mijn mannelijke Sim er ook wel bij zetten. Ja, jij bent de housekeeper. Loesje type. Maar we moeten wel even wat aan je verbouwen. Samenvoegen. Zo. En dan wil ik jou. Jij bent geen oude, maar je bent ook een volwassene. En je gaat van die lelijke baard af. Wacht even, wacht even, wacht even. Kan nou met jou, jongen. Nee. Nee. Man. Zo, hé. Dat wil ik hebben. Afstemmen op haar. Zwart. Waarom blijven die grijs? What the fuck? Zwart. Zo ja. Doe je afstemmen op haar en dan wordt het alsnog niet zwart. Jij bent crimineel, geloof ik. Ja, oké. Okay. Je bent gemeen. Ja, oké. Okay. Ja, Ben Hurt. Ik weet niet eens of ik ooit die video's geüpload heb. Maar hij was een eenzaam man die op straat leefde. Want zijn vrouw had hem verlaten. Had hem met huis gegooid. Zo was het. Even kijken, wat zijn jouw dingen? Oh, jullie. Oh, nee. Nee. Jij bent uit mijn zang let's play. Ik geloof dat ik die nog niet eens geüpload heb. Ja, hebben we een nieuw dingetje gekregen met dat pik? Oh, slechte pik, slechte pik, slechte pik. Oeh. Ook zo'n slechte pik. Is daar nog wel wat bijgekomen? Mark mag na. Dat is wel een nieuwe. Vastgoedeigenaar, kijk! Hé. Zakelijk inzicht. Oh, dan moeten we je een ander beroep geven. Oké, dat maakt niet uit, maar dan word je zakelijk iemand. Maakt niet uit. Jij. Ja, ik wil jou eigenlijk wel crimineel laten. Alleen je bent niet gemeen, dat soort dingen, dat niet. Je bent een gladjakker. Je bent mijn gladjakker, maar dat hebben ze niet. Slons. Dat is er één. Dat is er één. Dat kan wel. Dat kan wel. Je bent een crimineel, dus je bent ook heel nieuwsgierig. Ja, dat is goed, dat is goed. Doe me. Wacht even, laat jullie meteen trouwen. Dus jij gaat geen Wreken, maar Hurt heten. Dat was hier, geloof ik. Nee, niet. Niet. Ga heen. Hier, huishoudlid, man. Boom. Jij heet geen Wreker. Heet jij nou Wreker? Nee, jij heet niet. Nee, dan moeten we jou toch even Hurt gaan noemen, want ik doe zit maar een vrouw. Zullen we hem naar een beurt Wreker? Zo.
Net zoals in het echte huwelijk. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Maar toen ik ooit getrouwd was, heette zij ook twee achternamen. Zo, val me niet aan. Jij bent ambitieus. Ja, jij hebt alles voor een karakter, voor inzicht. Dat is goed. Spelen maar! Zal ik zo uploaden? Waarom niet? Renthuizen voor het living in base game. Ja, Ken, zit er geen mods op, geloof ik. Bij jou ook niet, want ik heb die mods niet geïnstalleerd. Dus, poink! Nou, ik moet weer even een monnetje doen. Want ik wil geen, ja... Nee, maar dan had ik een sim alleen willen doen. Want twee sims zonder geld, dat is bijna geen doen. Ja, wat zullen we doen? Voordat we geld binnen kunnen harken, wat we ondertussen nu wel moeten kunnen, denk ik. Want we hebben, ja, het is winter. Ben Hurt leeft op straat, dus die heeft geen winterkleding. Oh, wacht even. Dit moeten we even regelen. We hebben, maar honger gaat weg, want dan kunnen ze dood aan gaan. De rest boeit me niet. En jij, ook honger. Zo. En je moet naar de wc, dat doen we ook even zo. Oh, ja, ze hebben echte liefde. Ik ga wel even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo. 2 miljoen. Want het, het is eigenlijk ontdekken hoe het werkt. Dus ik wil er eigenlijk... Ik ga er wel een zo'n... homeless ding van maken. Dat ze geld moeten krijgen van de huurders. En van dat geld kunnen ze dan... Ach, kijk daar, zitten we een boel te bekijken. Cool. Wat is dit? Wees niet verdacht. Kan ik je ook zeggen dat je moet gaan snuffelen? Oh nee, dat is jammer. Oké, we gaan een huis kopen. Nieuwsgierig geweest. Oh, zweten maar. Ja, oh ja, altijd. Ten eerste, je mag niet dik zijn voor een inbreker. Je moet actief zijn. We moeten van jou je beroep even veranderen. Job. Oh, je hebt nog geen carrière. Kijk, dan hoef ik niet te switchen ook. Ah, wat is er nou weer? Nieuwsgierig om zich bekeken te voelen. Auw. Oh, daar heb je geen last van. Zo. Ga je even een carrière beginnen. En we deden bedrijfsleven. Ja, dat is op je... Hupplepup geschreven. Dat staat op je hupplepup geschreven. Rapporten kan je nog even niet invullen, dus dat doen we even zo. Oh, maar wacht even. Ah, shit. Ik heb het nou gedaan. We gingen toch een huis kopen? Nee. Een huis kopen. En het hoeft geen rentel. Het moet geen rentel wezen. Nee, galerie. Oh nee, hier kan ik ook mijn eigen huis voor gebruiken. Jawel, want dan weet ik dat ik alles heb. Kom maar op met mijn huis. Waar is mijn kavel? Oh shit, nee, die staat onder add-ons. Inclusief. Dit zijn de huizen die heb ik niet gebouwd. Hè? Dat, mijn huis is weg, wat? Ah nee. Alleen kavels. Oh, inclusief. Alleen kavels. Ruimtes. Nee, niet. Café. Ja, hier. Maar die kan ik er niet nemen, want ik heb die add-ons niet. Kut. En het is 50-50. Ja, dat maakt niet uit. Even kijken, gemeubileerd. Dan komt de zwembad geloof ik te vervallen. Maar dat maakt niet uit. Ja, het komt te vervallen. Oké. Het is particulier. We gaan hier ook dezelfde eigenschappen aangeven die ik bij die andere had gedaan. Twee dan daarvan. Dat is natuurlijke bron en geometrie. Want dan gaat mijn energierekening naar beneden. En ja, sims die hier vinden hier vaak klein geld. Dat is net of je een geheime sim-dollar-theorie of zo komt. Maar dat is ook wel eens leuk. Dat heb ik ook nooit gedaan. Oké.
F2. Nou ben ik benieuwd. Staat mijn huis er? Nee. Want het is een add-on. Ah, ik barst. Ah, dit is erg. Ja, slaap maar. Dit is... Ik ga mijn add-ons binnenkort weer installeren. Want dit is niet leuk meer. En zonder inclusief verdwijnen ze. Ja. Ah, dit is balen. Oh, dit is ook een huis van mij. Ah, dit is zo balen. Waarom moet het zijn? Ik weet niet welke mod problemen veroorzaakt. Dus daarom heb ik allemaal mijn add-ons uitgezet. Een ferry house. Heb ik die ooit gedownload? Dit is een kaalhuis, dat weet ik zeker, want die staat gesprongen. Ja, dit zijn allemaal geen leuke huizen meer. Die heb ik allemaal een keer gehad. Dus we gaan even gewoon een huis zoeken. Kapels. Boom. Family home. Ja, twee etages, mijn droom. Hier zit alles in. Ja, oké, kopen. Boom, gemeubileerd. Boef, paf. Zo. Ah, ik had ook het ene huis kopen waar ik verhuurd had. Wacht even, ik heb berichten. Oh, ja, het huis wordt neergezet. Ik kan je even niks doen. Het is geen add-on huis, want die staat uit. Dus hij moet zichtbaar worden. Ja. Dan heb ik nog ruimte voor een tuin en voor een paar zwembad. Maar dit is allemaal later. Oh, ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik ook. Ja. Kaartjes voorzichtig met het opbouwen van ondernemersvaardigheid begonnen te keihard te werken aan deze vaardigheid. Zal er heel wat roem en rijkdom, vooral dat laatste, in het verschiet liggen. Ah, nee. Yeah. Ja, dat is add-ons zijn geïnstalleerd. Bedrijf, paneel weergeven. Oh, dat kan niet. We zitten in F1. Zo. Je bezit op dit moment geen huurwoningen. What the fuck? Oh nee, ik heb een nieuwe familie gestart. Au. Ja, huurcafé kopen. Wat is dit? Huurhuis. Ja? Dierenkliniek. Restaurant. Oh, dat bedoel je. Ja, oké. Nou, dan gaan we maar een huurhuis kopen. Ja, niet mijn huis. Gewoon jou. Tomaron. Ik vind dat een mooie. Wat is er dan met dit huis? Kan ik hem nou voor... Oh, kan ik deze verwijderen? Nee. Nee. Oh, maar dan wordt het ook klein. Nee, dan gaan we niet hier. Dat kan niet. Dat is met de... Tartoze? Nee. Dat is niet nog heel voet. Brint op de B misschien. Hondskop. 64-64. Mag ik even? Nu kan veel kopen met houwens. 4 bedden, 43. Ja. Wil je hond als huurwoning kopen? Ja. Ik wil niet. Ik had wel dat huis naar Nikkelen gesteld, dat ik er niet van in sta. Oh, wat ben ik mee bezig? Ik had toch een timer voor 20 minuten gezet?
Zijn er 20 minuten voorbij? Ja, dan wordt het 40 minuten. Of ik sta er opnieuw op. Dat kan ook. Bedankt voor het kijken. Ik zie je in de volgende deel. Doei doei.